Goedemorgen allemaal, welkom bij een nieuwe weekvlog. Het is 11:30 en ik loop naar de gym. Upper body, armen, buik, rug. Ik ben benieuwd, energielevel is niet heel hoog, maar we gaan ervoor jongens. Straks bijles, voor bijles. Ik wil eigenlijk heel misschien nog even naar de moestuin van mijn schoonouders, omdat die op vakantie zijn. Ik ben er nog nooit geweest. Dus ik weet niet zeker of ik dat ga doen. Ik ga in ieder geval bijles geven. En ja, het zonnetje schijnt weer. Helemaal wennen ook. Het is eigenlijk ook alweer te heet wat ik aan heb. Heerlijk. Ik heb geen ander fruit meer in huis. Ja, blauwbes zit erin. Maar ik doe dus een keertje banaan. Ik ben niet echt de voorstander van banaan als fruit aan iets toevoegen. Dus wat het best wel een caloriebom is. Dus ik eet banaan liever los met pindakaas of zo. Als echt bewust als snack, zeg maar. Niet als toevoeging aan iets. Maar nu wel. Dus blauwbessen en banaan. Dat is best wel lekker samen met kokos. Oh my god, ik zit op mijn bijles Instagram, mijn juf Instagram zeg maar, een tekst te schrijven over koekjes bakken en waarom dat naast leuk ook heel leerzaam is voor kinderen. En ineens kwam er weer zo'n Charlotte aanval omhoog, dat ik namelijk, ik heb er wel eens eerder over nagedacht. Nee poesie, je gaat niet naar buiten want ik heb bijles. Dat ik ineens dacht, oh my god, ik heb het echt wel eens eerder bedacht, maar ineens voelde ik van dit is het moment. Ik ga een serie beginnen, ik ga het gewoon doen, jullie kennen me, ik heb mijn haar net nat gemaakt, daarom zit ze er. Waarin ik dus ga bakken met kinderen. Geweldig, ik zie het al helemaal voor mijn trailer. Waarin ik dan in mijn eentje dat ga vertellen. Dat ik dat hier ga doen. De keuken mooi, gewoon de achtergrond goed. Dan kan ik in deze keuken echt prima met kinderen bakken. En dan één gast en begin ik gewoon met kinderen vanuit familie of zo. En dan samen bakken, het liefst iets gezonds. Of ook een keertje niet, maar bewustwording. Echt een beetje jufferig. Ja, ik vind kinderen natuurlijk amazing. En ik vind koken gewoon geweldig. Dus dan heb ik en waar mensen om vragen een soort van kook. Programma, dat zie ik nog niet helemaal zitten. We hoeven niet helemaal zoete dingen te maken. We kunnen ook salades maken, weet je wel. Hangt af van de leeftijd. Kunnen we ook echt leren om gewoon letterlijk, weet ik veel, een echt gerecht te maken. Niet te moeilijk. Dus nou eens een keer een borrelplank. Hoe leuk, met iemand van 10 of zo. Helemaal zie ik het zitten. En ik krijg laten horen dat de bijles op donderdag niet meer doorgaat. Dus ik denk dan nu ineens van oké, dan pak ik de donderdag voor die dag. Moeten de kinderen wel hier komen? Dan moet ik hier zorgen voor goede camera, geluid. Oh my god, het is zo leuk. En dan denk ik meteen aan Blitz Kids. Of Blitz and Kids. Bakken met Blitz. Maar dat... vanwege mijn achternaam. Oh my god, ik zeg het ook gewoon nu. Bestaat dit al? Ik weet het niet. Ja, taart van Abel was vroeger ook echt mijn droom. Gewoon. Dat ik dacht, dit wil ik ook. Taart van Abel. Het liefst wil je dan natuurlijk dat kinderen ook gewoon echt leuke, funny, gênante dingen gaan vertellen. Maar ja, dan krijg je natuurlijk wel weer te maken met ouders en... dat je video's moet gaan opsturen ter controle natuurlijk. Want het is natuurlijk heel grappig als... ik weet nog vroeger in een van mijn eerste stages vertelde zo'n meisje. Papa sliep vannacht in de kast. Weet je wel. En ik had heel goed contact met die ouders. Ik spreek nog steeds wel één keer per jaar of zo. Zei ze ook van, weet je wel, ging ze uitleggen hoe het was. En dat was dan echt hilarisch. Maar ja, ik kan me voorstellen dat je als ouder niet wilde dat op YouTube komt te staan. Terwijl, het was gewoon heel grappig. Maar dat soort dingen... En ik zat meteen te denken van, oh Yara, dus dat meisje die ook wel eens in mijn vlog zit. Van de nicht van Heel. Zij is 3. Is wel net een beetje jong misschien. Maar drop your ideas jongens, dit is toch leuk? Dat lijkt me echt heel erg leuk. Ik ga nu lopen naar mijn bijles. En dan pikt Heel me aan het einde weer op. Ik ben mijn lievelingsbril kwijt. Dat is denk ik weer mijn nieuwe go-to look met dit warme weer. Ik vind het zo chill. Tadaa, oké. Voor me dat ik dan van die kookschorts ga laten maken. Eén voor kind, één voor mij. Met dan zo'n logo erop. En dat ik dan zo'n kookmutsje of zo. Zo cute. Sorry voor Poesie, maar ze is obsessief met naar buiten gaan. Oh, heel leuk. Ik zit ook te denken van, is het leuk om dan een beetje bijles. Een beetje rekenvaardigheden, sociale vaardigheden. Dat soort skills er ook erbij te betrekken. Of niet? Moet ik het gewoon kijken? Moet ik er echt een beetje een, net als wat mensen bij podcasts doen. Echt een beetje een handleiding programma schrijven, zeg maar. Van oké, we gaan bakken, maar terwijl het in overzicht gaan we ook nog even iets anders doen. Of grappige vragen. Moet ik echt een format gaan bedenken? Of moet ik gewoon maar een beetje kijken? Hoe of wat? Dat zijn nu even hardop. Ik heb het letterlijk 3 seconden geleden bedacht. Dat zijn nu de ideeën, vragen die in me opkomen. En wou ik nog meer zeggen? Oh ja, is bijvoorbeeld grappig om te zeggen, oké, tijdens het bakken gaan we eventjes... Omdat ik natuurlijk altijd dingen test, ga ik ook even iets proeven met een kind. Of zo een review doen van grappige snoep. Je wil natuurlijk het wel ook, wil ik alles gezond houden? Gaan we alleen maar gezonde dingen bakken of gaan we ook wel eens wat ongezonds bakken? Daar moet ik me ook even in verdiepen van wat is een beetje nu, mag je nog wel überhaupt gezonde, ongezonde taarten maken? Ik denk het wel, maar mag je dat ook met kinderen doen? Weet ik niet. Dat soort dingen. Reageer vooral als je het allemaal weet, of als je iets van weet.
Wat zijn vragen die ik mezelf stel? Wil ik überhaupt hele proefvideo's gaan opnemen met kids? Ook heel leuk natuurlijk. Zitten jullie daarop te wachten? Weet ik niet. Ik heb altijd 10.000 ideeën, maar drop vooral je ideeën. Want vaak als ik iets deel is het alweer te laat om iets met jullie ideeën te doen. Maar ik weet zeker dat sommige van jullie nu ook vol met ideeën zitten. En natuurlijk kan ik ook een keer een uitzondering maken en wel een keer een kookaflevering met mijn vader maken waar iedereen om vraagt. Ik heb dat ooit gewild. Mijn vader en ik hebben toen een keer guacamole gemaakt samen. Werd niet heel goed bekeken. Daarna had ik er niet zoveel zin meer in. Ook omdat het dus heel veel gedoe is qua... Kijk, een Miljushka of zo. Bij haar denk ik soms wel van, oh ja, dat zou ook wel bij mij passen. Maar die heeft natuurlijk gewoon een studio of kamer, weet ik veel. Alles staat klaar. Die gaat gewoon staan. Dus daarom als we het bij mij thuis doen, zou dat wel chill zijn. Dan kan ik er gewoon voor zorgen dat ik een statief heb. En dat alles gewoon in feite een soort van kan blijven staan of heel makkelijk op te bouwen is. Zodat het dus niet hier zo tegenop ziet, snap je? Op zich wel weer zin om mascara af te doen, maar ik vind het altijd... Ik ga het pulken eraan en aan het eind van de dag eraf halen. Dat vind ik ook irritant, dus ik hou het hierbij. Wel een beetje opgefrist. Het roze zie je echt alleen hier een klein beetje. Laat mij even nog weten wat jullie hiervan vinden trouwens. Ik denk niet dat ik meer roze moet gaan doen. Maar oké, helemaal leuk. En brainstorm even met me mee, lijkt me heel leuk. En volg me even op die Charlotte Instagram van mijn jufdinges. Het staat in mijn eigen Instagram in de bio. Ja, wat voor dressing gebruik jij voor je bietensalade? Weet je dat nog? Of maak je dat nooit meer? Bieten? Oh. Is met mosterd en shallotjes en azijn en olie. Ja, eigenlijk heel simpel. Ik gebruik altijd Dijon-mosterd. Dijon-mosterd? Die scherpe, die Franse Dijon. Zout, peper, witte uitje. Niet te veel, maar... Wit uitje? Ja, wit. Oh, ik dacht rood. Of Charlotte dacht nee, ik. Oh, oké. Okay. Maar gewoon een stukje, niet een hele, maar gewoon rond de half of zo. Ja. En rauwe biet of gekookt? Zeker gekookt. Van die uit zo'n zak, weet je, waar drie of vier zitten. Voorgekookt. Maar wij hebben nu rauwe uit de moestuin. Oh, dan moet je ze eerst koken. Ja, dat zei ik ook. Het is meestal de halve dag van tevoren heb ik de dressing er al omheen, zodat het lekker helemaal... Intrek. Ja, dat is de enige salade die ik lust, want ik vind dus bieten echt naar grond smaken. Ja, maar je kan bieten uit de tuin. Ze zijn super lekker om heel dun te snijden, dan met een olijfolie in de oven. Hè? Oh, ja? Dus je kan ze ook schillen en dan snij ze met komkommerschaaf of zo dun. Ja, je hebt ook van die bieten carpaccio. Oh ja, maar zo gekookt, hè? Oh, nee, maar ik wil ze niet in de oven. Maar rauw zijn ze ook wel lekker, hoor. Dus ik denk dat we ze gewoon rauw doen met jou. Kan ook wel. Met jouw dressing. Nou, dat maken ze volgens mij minder naar grond. Maar wat zit er dan? Alleen dat. Mosterd, witte ui, zout. Ja, en peper. Geen olie of azijn? Jawel, olie en azijn. Maar niet te veel azijn, maar wel gewoon dat hij een goed zuurtje heeft. Maar niet gewoon wit azijn, zout, peper... Nou, ha, zit het nu in hele mooie vierkante blokjes te snijden, de bieten. We gaan ze wel koken. En we eten vanavond dit. En dan gaan we die bieten van morgen bewaren. En dan met deze dressing. Dus mosterd, witte azijn. We hebben dan een klein rood uitje. Omdat we er heel veel van hadden gesnipperd. En olijfolie, zout en peper. Dat is wel lekker. En dat dan lekker nacht laten marineren. En nu ons... standaard gerecht dat we heel vaak eten, maar heel lekker is. Ik dacht om die bietjes eerst in blokjes snijden, want je moet ze toch snijden. En nu zijn ze echt nu al klaar, na nog geen 10 minuten. Dat is wel lekker. Ik vind het wel lekker als het gekookt is. Oh nee, nog geen water. En dan doe ik nog even een... ik eet bijna nooit brood, maar een geroosterd boterhammetje, dacht ik. Want anders is het toch net een beetje weinig. Met, doe ik een klein beetje druppelolie overheen sprenkelen. Dus dan wel even een caloriebommetje. Maar... Oh. Verder alleen salad. En dan dacht ik, dan doe ik een beetje pesto erop. En dat krijg ik sowieso als ik alleen tomatensla eet. Honger straks. Ook lekker een beetje pesto erop. Niet perfect verdelen. Normaal wil ik dat wel, maar maak dit gewoon lekker een beetje zo. En dan een klein beetje... Wat ook op de salade zit. Elisabeth, parmesan. Lekker toch? Dan lekker zo'n broodje erbij. Helemaal heerlijk. Dit ziet er nu heel goed uit. Het is nu nog warmer. Ik heb het er vast op gedaan. Waarom ziet het er zo vies uit? Heel lekker. Grappig, warm is ook wel lekker. Ik heb het trouwens heel veel gelopen vandaag, maar ik weet niet eens of ik dat heb gefilmd. Geen idee.
Bijles was super leuk trouwens. Koekjes bakken of zo schept ook echt een band. Maar dit is lekker. Het gaat lekker dan zo. Zo, dit salade erbij en dan gaan we lekker buiten eten. Dorst erin? Ja. Neem vast even een hapje hoor. Iedere keer weer zo lekker. Truffelolie is echt lekker. Die heb ik ook hier over gedaan. En kijk, de potten zijn echt top. Dan zie je hoe kaal de heg is geworden. Omdat ze dus in verkeerde potten stonden. Banana cookie time. Ik ga het eventjes allemaal afwegen. Omdat ik eventjes wil berekenen. Wat voor voedingswaarde en calorieën en zo er in één cookie zitten. Want ik ben weer even sinds gisteren daar een beetje mee gewoon aan het kijken. To the moon and let me play among the stars. Dit is, wow, precies 350 gram. Ik ga dan zeg maar in MyFitnessPal, ga ik zo'n gerecht aanmaken. Pindakaas, banaan, havermout, koekjes. Dat ziet er dan zo uit. Ik vind het ook heel chill in het recept dat je alles gewoon makkelijk met de hand kan doen. Dan pak ik de prachtige havermout. En de Lidl pindakaas heb ik nu niet. Dus ik heb deze. Die is wel wat duurder, maar die is ook heel lekker. Lidl blijft het beste, maar dit vind ik denk ik de tweede beste. Ik merk bij een recept of zo kan je beter toch het aantal grammen aangeven. En dat is echt zeker. En als je eetlepels en zo gaat doen, dan heb ik toch het idee dat de ene theelepel of zo groter is dan de ander. En dat de ene het strakker afweegt dan de ander. Want mijn chia pudding recept was ook een beetje... TikTok blijkbaar een beetje een faal. Ik doe echt zo'n eetlepel. Want dat is volgens mij echt veel meer dan een eetlepel. Oké, dan zet ik hem even op gram. Omdat ik altijd eigenlijk zoveel op gevoel doe. Dat is wel leuk voor dit recept als ik het even weet. Ook voor jullie, want dit is zo'n lekker recept. Ik ga denk ik even voor 150 gram pindakaas. Eigenlijk als hij deze kleur heeft. Echt zo'n vieze lichtbruine diarree kleur. Nou, ik weet niet of diarree er eigenlijk zo uitziet. Nee, het is veel te licht voor diarree. Ik proef even, ik wil niet te veel banaansmaak. Ja, goed. Het is best wel calorierijk, maar dit is zo handig. Voor of na het sporten, mee te nemen in de auto. Ik eet zeg maar liever dit dan een ontbijtkoek. Het is gewoon gezonder. Behalve de banaan zit hier ook geen suiker aan toe te voegen. Ja, toch wel 200 gram kijk, dan is hij perfect. Nou, dit is het. Oh ja, kaneel en zout, natuurlijk. Onze normale zout is erop, dus ik heb alleen maar bloemenzout. Ik hoop niet dat het gaat verpesten. Je proeft wel. Je hebt niet bewust echt door dat er kaneel in zit. Maar je proeft... Nee, ik vind het goed, 10 gram. Ja. Oké, hij is klaar. Dit bakpapier is te klein. Het is grappig, want de kaneel die versterkt heel erg, vind ik. Ik weet niet of dat echt zo is, maar het zoete van de banaan, echt heel erg. Dus daardoor zijn je koekjes eigenlijk nog zoeter. Ik ben niet zo heel erg van het zoet. Ik ben eigenlijk nu ook wel benieuwd hoe ze zouden smaken zonder kaneel. Maar ik heb het idee dat die kaneel de smaak enorm versterkt. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Dit zijn 12 koekjes maar. Oké, daar gaan ze. Het heeft dus 182 calorieën per koekje. Best wel veel. Dus wel gewoon goed om je bewust van te worden. Van oké, je eet er eigenlijk 1 op een dag. Weet je. Je gaat niet 4 van deze koekjes eten. Maar je merkt het ook, want je zit er super snel vol van. Maar ik vind het heel leuk dat we die koekjes daar dan hebben. En ik heb er dan nu eentje gegeten als ontbijt. En hier zijn nog 2 over. Die kunnen ze straks opeten. Iedere dag weer maakt dit me zo gelukkig. De smaak, maar ook hoe het eruit ziet. I love it. Oké, het is gym time. Ik ga lekker fietsen. Ik ben een beetje laat, maar daarna ga ik meteen door naar de school van mijn bonusdochter. Want we gaan dan samen haar uit school halen. Want we hebben haar dus meer dan 3 weken niet gezien. Dus het is haar tweede dag in een nieuwe klas. Nieuw schooljaar. Dus superleuk. Heel veel zin om haar op te halen en haar weer te zien. En ik ga nu even matcha, nog 2 matcha maken. 2 kleintjes vandaag. Want het schijnt als je dat tijdens het sporten neemt, dat dat ook heel chill is. En natuurlijk heel langzaam cafeïne afgeeft voor de energy.
Sorry. Heb je het? Nee. Ja, moet ik even aan de kant of? Nee, nee, helemaal niet. Sorry. Heb je het? Ik heb het kunnen zeggen. Okay, and we're done. Nu snel door naar school. Let's go. Chia time. Vandaag heb ik niet als ontbijt, maar lekker als after workout snackje. Wij zitten hier lekker een beetje gezellig te kletsen. Zo, lekker even een stukje fietsen. Nou, het mooie weer duurt echt nog maar 2 dagen. Sowieso gaat mijn camera vallen. Dit vind ik heel leuk. Dit hadden, toen ik in mijn eentje naar Zwitserland ging, was er ook een tankstation waar je dit kon doen. Mooi. Ja? Hup, hup. Zullen we hier vaker heen? Ik vind dit echt leuk. Is dit gewoon gratis? Nee, ik als je gaan rijden, moet je betalen. Dit is echt mijn favoriete plek van Zoetermeer. Kijk, dit is niet echt een oefening, want eigenlijk ga je vanzelf. Dat is leuk. Dit is echt mijn lievelingsplek. Doe maar, dat kan jij niet. Dit kan jij niet, jongen. Ik heb dit net met 80 kilo in de sportschool gedaan. Kan je voor geen meter dit? In ieder geval geen 20 keer. Ja, dikke doei. Ik ben ziek gespierd. Ha, zegt dat ik dit niet kan. Waarom zou ik dit niet kunnen? 2, 3, 4, 5. Dit is een lopende band. Wat is dit? Oké, dinnertime. Ha, lekker stukje vlees. Ik heb garnalen en dit is dus de bietensalade. Super lekker. Het lijkt me heel veel dressing, maar anders smaakt het echt naar grond. Ik vind het wel heerlijk. Echt een soort van Barbie salade. Je ziet ook alleen maar roze en niks anders. Hij is heel erg yummy. Good morning. Vandaag heb ik voor de eiwitten eventjes een lekkere dot lactosevrij magere kwark erop geknald. Nog nooit gegeten erbij, maar het leek me eigenlijk wel handig. Dit is heel apart. Ik weet niet of je het kan zien, maar als je dus kwark roert met chia, wordt het echt geweldig. Het wordt een soort... heel luchtig. Het lijkt bijna alsof je door vette kokosmelk hebt geroerd of zo. Het wordt een soort van fluffy. Het is wel natuurlijk minder zoet, dus ik heb er dan van die flavor drops door gedaan, calorievrij. Je proeft de structuur van die zaadjes veel minder. Het ziet er heel vies uit, ik weet het, maar ik vind het echt heel chill. Veel meer eiwitten. Het ziet er echt heel vies uit, maar ik vind het misschien nog wel lekkerder. We hebben best wel een druk weekend voor de boeg. Vriend van heel uit Londen, of uit Engeland, met zijn vriendin komen hier slapen. We hebben met al heel zijn vrienden afgesproken, omdat hij in Nederland is. Heel is bijna klaar met werken, dan haalt hij zijn dochter op. En dan eet ze hier woensdag dus. Normale ritme is natuurlijk weer begonnen. Dus ik ben voor hun even aardappels aan het snijden, die ga ik in de oven doen. Ik dacht, dat is wel lekker. Ik ben gewoon een beetje aan het kijken wat we eigenlijk hebben en daar iets van aan het maken. Maak ook even een salade. Ik had dus vandaag best wel veel honger, dus ik heb nog maar een kleine... Ik voer dus nu even die calorieën in. Voor bewustwording vooral. Niet spastisch. Maar volgens dat heb ik nu dus een kleine 600 over, dus dat is niet zoveel. Dus ik wil weer garnalen. En ik ga een salade maken. En in een salade is eigenlijk alleen de dressing vaak wat voor calorieën zorgt. Ik ben dus een beetje erop tegen om die calorieën te... Tenminste, ik wilde dat niet meer doen, omdat je dan een soort spastisch wordt. Maar nu wil ik het dus wel weer doen om gewoon eventjes te kijken van... Hey, ik weet, ik eet super gezond, maar ik weet ook dat het toch ook wel calorierijke producten kunnen zijn. Of te grote porties. Ik hou gewoon van lekker eten. Dus ik dacht, ik ga het er eventjes een beetje bij houden. Want ik ben toch thuis. En de tijden dat ik calorieën telde, werkte ik als juf. En was het ziek veel werk om dat allemaal, weet je, weegschaal en afmeten. En nu heb ik gewoon tijd. Dat doe ik nu dus voor de derde dag. Gewoon interessant. Dingen die je zelf maakt ook om te weten vooral wat zit er nou uiteindelijk allemaal in. Ik heb voor hun dan lekker vlees. Zelf doe ik nog weer garnalen. Dat is gisteren. Olijfolie op de potatoes. En ik maak echt nooit aardappels. En ook lekker courgette wat we dus heel vaak eten. Maar ik ga dan nu er geen kaas op doen. Want dat is wel grappig.
eigenlijk deden we dat nu standaard elke keer. En nu hou ik het dan dus bij. En ik denk, nou, doe geen kaas. En het is eigenlijk ook echt hartstikke lekker met alleen maar zout. En ook qua olie merk ik dat ik dan wat vaker het kwastje. Nou, ik doe het nu 3 dagen. Maar het kwastje gebruik. Iets minder royaal besprenkel. Ik heb hier even een heel klein beetje olijfolie met best wel wat witte wijnazijn. Of witte azijn en mosterd en zout. Een rood uitje. Ik heb wat courgette niet in de oven paste. Dat ga ik hierbij doen. Hier heb ik nog wat komkommer in blokjes gesneden en wat tomaten in blokjes. Ik denk dat dit het is. Ik doe er geen ijsbergslaaf zo meer bij. Ik heb dit dus niet van tevoren bedacht. Ik deel eigenlijk maar wat. Ja, nog iets meer tomaat. Lekker een beetje laten intrekken. Mijn bodendochter is niet zo fan van dressing bij de salade. Maar ik denk dat ze dit wel lust. Nou, dit vind ik er wel yummy uitzien. Lekker simpel, fris, gezond. Bueno. Ik gooi dit denk ik nog even over de aardappeltjes heen. Dat vinden ze denk ik wel lekker. Dit is mijn bord. Nom nom. Nou, het is na 6 weken weer broodtrommeltijd. Dit is zeg maar de gezonde kant. Watermeloen, mango. Er zit nog een beetje watermeloen onder. Een proteïne mixje met maïszoutjes, hazelnootjes, gepofte dingetjes en een gedroogde banaan. Die drillfies eet maar heel lekker. Hier hebben we hartjes komkommers. En hier hebben we gewoon lekker wat nog koekje uit Italië. Het kleine dingetjes. Vriesgezochte aardbeidjes. Een klein soort gezond koek dingetje, snoepje. En er komt dan nog morgen brood bij. Et voilà! Oh ja, en dit doe ik normaal niet. Maar omdat het de eerste week weer van school is, even een ongezond drankje erbij. Mango vindt het super lekker, dus dat is wel even een keertje leuk. Er is niks leukers dan de kattenla opruimen samen met je kat. Zo schattig. Gaat ze dus met haar hoofdje aangeven dat ze deze snackjes wil hebben. Ze kreeg het net ook. Poesie, kan je dit inmiddels al? Je bent nu al wat ouder. Deze interactieve game. Lina, kan je dat al inmiddels? Kan je dat nou al een beetje? Dat ruik je wel, hè? Dan moet je dus je best doen om snackjes te krijgen. Lina, kijk eens. Deze. Zo, Lila is echt een zooi, man. En dus alweer de hele ochtend aan het opruimen. Oh, mooi dit zo. Ziet er echt vies uit. Oh, ze is daar aan het spelen met iets wat Melissa of Naas voor haar heeft gemaakt. Oh. Een van hun heeft die gemaakt. Er zit catnip in. Nee, Elisabeth. Nee, ik weet het niet meer. Daar speel je nooit mee. Maar hoe leuk is het voor haar om gewoon al haar zooi eruit te knallen. Goed zo, Fousie. Lekker spelen. Dit is een wollige zeekomkommer. Maar dit soort dingen vind je nooit interessant met die kruiden. Nu wel. Zo. Oh ja, dit ook nog. Ik ga denk ik een mand pakken. Ik heb manden. En dan ga ik het uitzuigen. En dan lekker... Ik heb gisteren heel weinig gevlogd, maar ik ben dus heel erg in de opruimmodus. Ik weet dat het leuk is om te vloggen, maar soms ben je dan gewoon bezig. Gisteren hadden we nieuwe huishoudelijke hulp. Vorige was dus met vakantie en toen zou ze komen. Dus ik zei tegen haar van app even van kom je weer? Zei ze, nee, ik had tegen je vriendin gezegd dat ik niet meer kom. Heeft ze het echt 100% niet gezegd. Ze zei nog van dat ze met vakantie ging en daarna weer terugkwam. Maar goed. We hadden dus een ander via haar aanbevolen en die is super chill. Ze is nu 1 keer geweest in ieder geval. Ze was echt heel lief en we hebben ook samen een beetje opgeruimd. Ik ben naar de Action gegaan om schoonmaakspullen te halen. Want elke keer is er dan weer toch te weinig of er zijn weer dingen kwijt en zo. Dus ik ben hier eigenlijk vandaag. Ze waren lekker, mijn bonusdochter sliep hier, dus we waren lekker een beetje aan het ontbijten. En ik ontbijt dus vanaf 9. En ik ging ondertussen lekker hier een beetje opruimen en uitzoeken. En het houdt niet op, maar ik vind het toch wel fijn om even steeds een projectje te hebben. Want het geeft gerust. Kijk, dit heb ik ook opgeruimd. Nou ja, zij gingen dingen zoeken en toen ging ik het ondertussen lekker een beetje opruimen met haar. Dat was ook wel leuk. Het lijkt niet netjes, maar dit is dus wel netjes. Dit is de tuinslang. Er liggen schone doeken, theedoeken, handdoeken, wonderdoekjes. Ja, nog een soort statische schoonmaakdoekjes, pinkstof, vloerspul. Makkelijke doekjes voor als ik even snel wat wil schoonmaken, zoals dit. Vaatwastabletten, handschoentjes, vaatwasser dingen, stickerverwijderer, tafelbehandelaar, afwasmiddel, vuilniszakken, afwasmiddel. Voorraad zeep ligt beneden, dus die laat ik lekker daar. Nieuwe dweildoeken, sponsen en dan allemaal schoonmaakspullen en zo. Dus dat is ook weer netjes. Nou, hier ben ik meteen weer netjes aan het houden. Heel blij met die potten nog steeds. Dit blijft moeilijk om dit mooi te organiseren. Maar oké, we doen ons best. Oh ja, en ik was gisteren aan het uitzoeken een beetje hoe mijn Mac werkt en hoe iMovie werkt. Want ik wil eigenlijk met iMovie toch gaan werken.
Dit had ik gekocht, maar is niet handig, dus ga ik terugbrengen. En dit waren de verkeerde doekjes die ik had gekocht. Van die microvezel, maar dan verkeerde, weet je wel, van die ruwe, gladde. Dat is wat ik bedoel met zo'n stoel. Die waren niet goed. Dus dit moet daar terug naar de Action. En zij ging ook gewoon echt de bank goed afstoffen en achter de bank. Zo. Dus dat is wel heel fijn. Ja, top. Ik had deze kitten ASMR echt moeten filmen. Als je haar masseert, hoe ze dan gaat rollen en chillen. Deze borstel mag dus niet te vaak. Ik wil het nog één keer laten zien. Ben je er nu wel klaar mee? Deze vloer is ook handig, want ze glijdt weg. Ja, nu is het klaar, poesie. Je bent zo lief. Wol. Het is ook zo typisch dat ik weer hetzelfde ga. En het is echt ik. Ik ben echt geen kledinginspiratie. Oh, dit is nu weer mijn favoriete makkelijke ding. Het is letterlijk zo'n zwart broekje eronder. BH aan, dit overheen niet meer klaar. Superleuk, die vriend uit Engeland en zijn vriendin die in Amerika woont. Daarmee gaan we nu dus. Zij zijn er al bijna. Ik ga even lopen. Gaan we dus mijn bonusochtend van school halen. En het is een verrassing voor haar, dus superleuk. Ja, informatie op. Hallo jongens. Ik ga nu een tv ophalen. Ik wilde het al heel lang. Mijn oude tv ophangen in onze slaapkamer. Nu we daar slapen en een muur tegenover ons hebben. Want ik vind het gewoon zo chill dat je... Eerst kon dat niet in de grote kamer. Dat je gewoon s'avonds zeg maar nog in bed even film kan kijken. Er zijn ook mensen die waarschijnlijk zeggen moet je juist niet doen. Maar zo vaak dat je dan nog even iets aan het kijken bent. En dan denk je van als ik nu al lekker mijn tanden had gepoetst en al lekker in bed had gelegen. Dan zou ik dat zoveel chiller vinden. Maar toen dacht ik van het is best wel zonde om eigenlijk een gat te maken in de muur. Voor een oude tv die echt uit 2013 komt. Dus misschien moeten we dan gewoon eventjes een mooie tv kopen. Dus dan kopen we weer een frame tv en dan een kleinere. We hebben thuis dus 75 beneden inch. En het is dan 43. Je had ook 32, maar dat was net wel echt klein. En dan is het gewoon weer zo'n super mooie strakke schilderij tv. Beetje impulsief dat we er nu een gaan kopen. Maar het idee van een tv ophangen is niet impulsief. Ja. I want this. Dus ik ga hem ook letterlijk nu halen. Oh, ik krijg 75 euro voor mijn oude tv. Maar ik was de afstandsbediening kwijt. Zonder afstandsbediening kreeg ik maar 25 euro. Dus heb ik een universele afstandsbediening gehaald bij de Action. Ik had gevraagd of dat oké was. Dat was gewoon oké. Die weer ingesteld. Dat was ziek veel werk. Maar het is gelukt. Woe. En die vriend uit Engeland is er nu dus. Helemaal gezellig. Maar ik rij even in mijn eentje op en neer. 20 minuten rijden. Want ik hoop dat Hadi vanavond wil ophangen met mij. En dan snel eten, want na het eten moet mijn bonusdochter weer naar huis. En normaal is ze hier helemaal niet op donderdag. Maar nu was ze er eventjes omdat er open en oma op vakantie zijn. Dus extra dagje, superleuk. Maar ik ga nu wel toch even die tv halen. Because if I want something, I do it. Ik ga naar Zoeterwoude. Grappig, dat is dezelfde route als ik mijn moeder ging halen in Leiden. Ik heb trouwens net deze bar op van de Holland & Barrett. Keto bar. En hij is bizar lekker. Toen een beetje denken aan een Liga... Niet evergreen, maar die zachte liga's, weet je wel. Heel lekker. Het is gewoon met amandelmeel of zo. Er zat wel best veel calorieën en zulke dingen, maar hij is echt heerlijk. Niet zoet, top. That was fun. Dat ging lekker snel. Ik denk dat ik een kwartier bezig was. Toch spannend als ze je tv gaan checken. Hij zei, nou, die kunnen ze nog makkelijk verkopen. Hij zegt, we brengen onze, wat we binnenkrijgen gaat naar een soort outlet. En toen zei ik nog van, ja, nu ga ik bijna twijfelen of ik me moet inwisselen. Als hij zo goed is of zo. Toen zei hij, nou, hij is niet heel goed. Toen zei ik, oh, oké. Wel even een uitgave, maar ik denk een goede investering. En we zijn zo blij met onze andere tv dat ik eigenlijk ook niet heb getwijfeld over weer een frame. En daarbij is het ziek mooi, want dan hebben we dus ook een beetje sfeer in onze slaapkamer, want je hebt een schilderij. Misschien kunnen we zo'n sexy schilderij van zo'n blote vrouw doen ofzo. Dat vind ik leuk. Oké, wat is het warm zeg. We are very happy, want de tv hangt. Ik had niet verwacht dat het vanavond allemaal zou lukken en dat hij zin had. Maar hij is zo mooi. Ik laat hem nog wel zien. Kijk nou jongens, ik heb een nieuwe matcha klopper eindelijk. Dit is pas mijn tweede. Maar kijk hoe mooi. Ik weet niet of ik die vorige heb gefilmd, maar die ligt inmiddels wel in de prullenbak. Zo hoort het er dus uit te zien. Ik ben heel benieuwd. Want hij alles liet los. Hij was echt helemaal vol. Maar dit had ik ook helemaal niet, deze binnenkant. Waarschijnlijk had ik het wel, maar is dat ook op een gegeven moment losgegaan. Had mijn vingertjes te laag gedaan en toen heel hard er tegenaan geduwd. Waardoor het voelde alsof ik mijn vinger er ging afhakken in Mokra Mafia. Wie gaat er mee naar de wc?
bijna het idee dat je dit bolletje eraf moet halen. Zou dat zo zijn? Dat je de bescherming eraf moet halen? Ik weet het eigenlijk niet. Kwart voor negen? Ja. Oké, ik ga aankleden. Hola, lekker upper body gedaan en nog eventjes de hip thrust. Goed getraind. Ook al heb ik super veel last van mijn buik en ben ik niet helemaal lekker. Maar vanochtend hebben we boekhouder geweest. Een nieuwe boekhouder, super chill, die alles helemaal voor ons gaat regelen. Dat is wel fijn als je zoveel verschillende dingen doet over alle jaren heen. Echt veel te veel gedoe. En nu ga ik even lekker naar huis lopen, douchen. En dan haar voorkant even bijknippen, lok knippen. Dan bijles. Dan nog even editen. En dan gaan we gezellig naar Mark en Elisa. Alright, very fresh. Tijd voor de kapper. Ik ben benieuwd, ik denk dat er echt even het hele stuk karpotter moet. Dus het is een beetje Hagrid van Harry Potter vibes op dit moment. Nou, chill toch? 12:50, 10 minuutjes. Een stuk beter. Nou, dit heb ik voor vanavond gekocht. Kijk! Kan toch niet, helemaal ontdooid geweest gewoon. Hier, moet ik het weer mee terug. Irritant, ik heb het steeds en moet weer terug naar de winkel. Ja, het is mee dat ik nu nog in de keuken open is. Wat is dit? Dat ziet er echt fancy uit. Dat is stierenvlees. Zo, waar haal je dat? In Spanje, dat is precies van de streek waar we vandaan komen. Dat komt ook echt uit die streek altijd. Dit is toch die ene die je vaker hebt? Nee, deze is anders. Dit is gewoon chorizo. Ja, die lekkere chorizo. Die jij vaker hebt. Oh, mooi, dat olijfolie ding, van die zag ik op Insta. Cute. Ik vergeet het. Alright, alright. Maar ik doe het niet. No problem. I'm not sure what we're doing. Oké. Hey. De timer gaat. Ik moet dus nu de plank maken. Dat was mijn taak voor vanavond. Dus ik heb hier een tas met allemaal snackies. Oké, dit is het leukste als je niet weet wat je gaat doen. Oké. Eerst heb ik deze Italiaanse cakejes. Die ga ik leuk snijden, denk ik. We zouden eigenlijk bij ons het doen, maar omdat ze geen oppas hadden, gingen we het bij hun doen. Dus toen zei Isa, wil jij dan wel even een leuke zoete plank regelen? Nou, natuurlijk. Dit is van Kinder. Het is allemaal echt gekocht voor TikTok. Maar ik doe er toch niks mee. Nou, ik ga niet alles filmen, dat zei je. Maar dit is de tas. Oké, tamtam. Hij is helemaal vol, dat is mijn doel. Oh nee, hier ligt niks. Oh. Ik heb mijn TikTok laag geplunderd. Dit is cake. Pina colada 0.0, snoep, cookie dough met kaneel, cookie dough, birthday cake, lion iets. Paaseitjes nog met speciale smaken, cookie iets, heel lekker popcorn. Twee soorten Tony's, birthday cake, KitKat, Italiaanse dingen. Helemaal leuk. Zo, dat ben even Ricardo, want morgen echt ziek. Vroeg naar het vliegveld, dus ik heb dit maar neergelegd. Ja, weet een beetje hoe wat. Als je moet vliegen heb je toch honger, lijkt me. Guten Morgen, Sonnenzagen. Heb jij mijn lens op je ergens gezien? Want hij is mijn lens begint helemaal te beschadigen. Ik was best wel vroeg wakker. Nou, ik bleef gewoon in bed liggen, maar ik had gewoon helemaal geen zin om te slapen. En ik voel me lekker weer happy, die peppy. Hey Lotte. En even mijn oude telefoon. Wow, dit is lekker licht. Vind jij ziek chill? Kijk deze oude telefoon. SE. Wel heel relaxed eigenlijk dit formaatje. Kijk, hier had de kapper mijn haar echt lelijk gemaakt. Heel erg, als ik echt zelf zo... Jou bellen. Andere tijd. Huh? Echt, er is best wel veel af. Wow, maar ze zit hier ziek, mooi. Wie weet wie deze kat is? Opa? Funny. Oh, dit zijn wel leuke foto's. Het is toch zonde om weg te gooien, hè? Oh, is het een ander deel van je leven? Het is toch zonde om weg te gooien. Volgens mij heb ik deze hele week vlog dit aan, jongens. Wij hebben een heerlijk dagje. We zijn net eventjes op stap geweest. Hanik ging even lekker fietsen, boodschappen doen. Ricardo ging eventjes vriendin opzoeken. En nu... Oh, we hebben weer kraslot.
Nu ga ik even de boodschap uitruimen. Zitten zij even lekker gezellig met z'n tweetjes buiten. Dan ga ik een lekker borrelplankje maken. En zij gaan vanavond wat Chinees halen. Ga ik lekker wat sushi. We gaan heerlijk lekker snacken, eten, chillen, kletsen. Heel leuk, heel gezellig. Verder is er niemand. Zeg maar met z'n drietjes. En hij blijft hier weer logeren. Morgen voetbaltoernooi. En helemaal top. Ik heb allemaal heerlijke. Hij verheugt zich nu al. Ik had eigenlijk ook een soort van verrassing. Ik weet dat Ha, die vindt cake echt bizar lekker. En ik denk dat hij het ook wel lekker vindt. Ik dacht, ga ik als verrassing even lekker een cakeje voor ze in de oven knallen. Ik denk dat ze dat echt heel lekker vinden. Niet hele interessante boodschappen. Ik heb dus weer was de tas vergeten, maar dus weer deze gekocht. Er staat dat ze 80 cent kosten, maar ze kosten 50 cent. En ik vind ze, haar pakte zo'n plastic zak. En zei ik, nee, je moet echt deze pakken. Ze zijn ook nog goedkoper, ze zijn zo handig. De boodschappen. Boodschappen. Ik heb een keertje kipfilet uit de vriezer gekocht. Tadam, tadam. Dit is het, niet zoveel eigenlijk. Dat ga ik even inruimen. And then I'm going to make a plank. Niet te veel, maar wel nice. Oeh, het ijs wordt gewoon helemaal frosty. Ik dacht een keer zo'n schuimspa gaan kopen. About the show. Hey jongens! Ik kan dat niet, joh. I ordered some sushi. They ordered some Chinese food. China. Het ziet er altijd iets uit als het nog niet uitgepakt is. Sunday. Wij gaan naar voetbal kijken van Mark en Hill. En door Ricardo zijn we dus echt anderhalf uur te laat. Oh, gaan we mij de schuld geven? Nee. Iedereen weet toch al dat het aan mij ligt. Kijk uit, Roo, achter je! Mark en Hill, hè? Mini. Die had het verschil kunnen maken. Ricardo's going to Schiphol. Bye, farewell, auf Wiedersehen, goodbye. We're back home. Oké, jongens, het is inmiddels avond. Wij kijken Missing. Best wel een hele leuke film. We zijn net een half uur aan het kijken. En ik ga de vlog vast afsluiten. Bedankt voor het kijken. Ik zou het heel leuk vinden als je een reactie achterlaat. Duimpje omhoog en natuurlijk abonneert. Zodat mijn video's lekker aanbevolen blijven worden. Want als jullie niet meer reageren, gebeurt dat niet. En dat je natuurlijk hebt genoten van de vlog. Dat hoop ik. En dat je me volgt op Insta. En TikTok. En dan zie ik jullie over een weekje weer. Doei!